Annie blijft binnen heeft het afgelopen jaar al meerdere acties gehouden om Almeerders zijn hart onder de riem te steken. Ja, en als er één moment in het jaar is om dat zeker te doen, is dat wel Valentijnsdag. Ja, komende zondag is het zover. Dus dan komt Annie blijft binnen weer in actie. Stefano Henneveld, die is van Annie blijft binnen. Goedemiddag, Stefano. Hey, goedemiddag. Rozen gaan jullie uitdelen in Almere zondag. Hoe ga je dat doen? Ja, nou, we gaan 5000 rozen verspreiden door Almere. Wij steken inderdaad Almeerders een hart onder de riem. En waarom zou je dat op Valentijnsdag dan niet doen? Dus wij vinden dat de liefde verspreid moet worden en dat ook je als geheime aanbieder ook gewoon een roosje kan sturen naar iemand. En we gaan dat doen door middel van een flitsbus, een flitsfeestjebus heet dat. En daar gaan we allemaal love songs in afspelen en dan rijden we door de wijken en dan brengen wij de rozen bij de mensen aan huis op een veilige manier. Dus ze kunnen overal in Almere opduiken? Ja, ze kunnen overal in Almere opduiken als je naar Annie blijft binnen socials gaat. Dus je kan op Instagram en Facebook kan je aangeven waar je zou willen dat hij gaat rijden. Dus je kan een straat doorgeven. En wie weet heb je dan geluk komen door de straat. Of vertel ons een heel goed verhaal waarom jij vindt dat iemand een roos verdient. Dan kunnen we natuurlijk altijd een uitzondering maken. Ja, Stefano, dan had ik vandaag in de krant gelezen dat je gewaarschuwd wordt dat je niet zomaar voor een bosje van 20 rozen €100 neertelt. Hartstikke duur zijn de rozen op dit moment. Hoe betalen jullie dat allemaal? Zeker. De rozenprijzen liggen wat hoger ook, omdat het natuurlijk Valentijnsdag is. Het was eigenlijk de verwachting dat de prijzen wat lager zouden liggen, maar op de een of andere manier is dat niet echt gebeurd. En wij hebben sponsoren die ons geld hebben gegeven om acties te doen. Almere City Marketing en Almere Centrum zijn hier belangrijke partners in. En met het geld dat we hebben overgehouden kunnen wij het investeren in nieuwe acties, waaronder deze Valentijnsdag actie. En we zijn heel blij dat deze partners ons kunnen ondersteunen en willen ondersteunen om mooie acties te blijven doen. Ja, want je hebt het over acties. Hè. Het afgelopen jaar, ja, we hebben best wel vaak contact met Annie blijft binnen gehad, want jullie hadden tijdens Moederdag, tijdens Pasen, Koningsdag, hebben jullie nog een show gegeven op het of Koningsnacht was dat zelfs op de WTC in Almere. Waar heb jij nou persoonlijk de beste herinneringen aan? Ja, als ik zeg alles, is dat dan is dat een cliché? Nee, dat mag niet. Oké. Ik zou zeggen, als ik kijk naar... Ja, het is verschillend. Want als je kijkt naar het effect van dat je mensen een feestje kon geven, dan kijk je naar King's Night en dan kijk je ook naar Nieuwjaars. Dat iedereen in zijn eigen huis een feestje aan het bouwen is met de livestream van Annie blijft binnen. Dat geeft het gevoel van oké, er is heel veel mogelijk. Maar de eerste actie die we hebben gedaan bijvoorbeeld, dat we met de boot door de gracht heen vaarden en dat we muziek aanzetten die de mensen raakt. En dat je geëmotioneerde mensen ziet en die een verhaal hebben dat bijvoorbeeld iemand ongeneeslijk ziek is en dat het dat dit iets heel erg fijns voor die persoon is. Dat emotioneert je dan. Dus op verschillende manieren zijn de acties te bekijken. En ik kan eerlijk gezegd geen favoriet noemen, omdat ik elke keer verrast wordt door het effect van elke actie. Maar is het niet moeilijk om elke keer weer wat nieuws te bedenken? Maar houden jullie dit nog vol, ook tijdens feestdagen die de komende tijd eraan komen? Zeker, ja. Het komt in ons hoofd op. We voeren het snel uit. En we sparren ook met z'n vijven zijn we. We hebben natuurlijk 3 ondernemende partijen. Iedereen brengt heeft zijn inbreng op het creatieve vlak. En eigenlijk vliegen die ideeën er zo uit. En omdat het een makkelijke, toegankelijke en het is best wel een simpele actie om te doen, maar toch wel lastig om te organiseren. Ja, dan houden we dat wel vol. En we zijn ook niet van plan om nog voor lang niet te stoppen, zeg maar. Nee. Stefano, jij studeert nog. Kom je nog wel een beetje aan die studie toe? Nou, dat is leuk dat je het vraagt. Ik had wel wat herkansingen, daar moet ik wel toegeven. Maar gek genoeg, niet gek genoeg, want ik ben natuurlijk een hele hardwerkende student die volledig focust. De begeleiding vanuit Windesheim, daar moet ik wel, hoe zeg je dat, een shout-out aan geven. Want het is een goede school die ondernemers ondersteunt. En die ervoor zorgt dat je het ook met beide benen gewoon allemaal haalt. Dus het gaat eigenlijk wel voorspoedig. Ik begin aan mijn afstuderen, aan mijn scriptie. Die ga ik in mijn eigen bedrijf doen, in Annie Life. Dus eigenlijk gaat het wel van een leien dakje. Ja, we moeten nog even naar die rozen kijken, want komende zondag gaan jullie die dus uitdelen. Mensen kunnen hun straat aanmelden.
Ja, je kan op de socials dus, op de social media Instagram pagina en Facebook pagina, kan je dus laten weten welke straat jij zou willen dat wij doorheen gaan rijden. Dan komen de mannen van TSRV en ik en Almere Rondvaarten en Allie Life, die komen lekker door de straat in Cupido pakken. En dan gaan wij eens even wat liefde verspreiden die hard nodig is. Ja, het klinkt... Dan ga je ook aanbellen en zo. Verklap ik al een klein beetje van de actie, maar we hebben natuurlijk de bus. Nou, omdat jullie, ik vind het altijd leuk om met Omroep Flevoland te praten, dus jullie krijgen een primeur. We gaan dus met die flitsfeestbus gaan we door de wijk heen rijden en daar komt wel iets meer geluid van af. Dus als je... Maar ze komen vanzelf van de buiten, bedoel je? Ja. Ja. Ze komen vanzelf van de buiten. Dat hebben we gezien bij de vorige actie met de kerstpakketten. En ik denk dat het nu ook gaat gebeuren. Nou zat ik nog wel te denken. Ik woon aan een doorgaande weg. Daar het is allemaal wel ijsvrij en sneeuwvrij. Maar ik weet, mijn moeder bijvoorbeeld, die woont in Almere in een straatje. Daar moet je ongeveer wat van die tennisrackets onder je schoenen aan om daar nog bij de voordeur te komen. Zeker in een Cupido-pak, denk ik. Ja, zoiets. Ja. Ja, hoe moet je dat dan straks doen met die flitsbus in zo'n straatje? Kan dat wel? Ja, we hebben een paar honden mee en die maken we vast en die trekken ons door de sneeuw. Nee, dat is niet waar. Wij gaan met die flitsbus gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. Kijk, voor ons is het natuurlijk ook continu een avontuur. En wij doen altijd dingen met een klein beetje risico. Dat die flitsbus vast komt te zitten, dat sluit ik niet uit. Zeg ook wel eerlijk dat het wel weer een hilarisch beeld zou zijn. Maar ik denk dat we hebben de goede banden eronder. We weten van oké, als een route iets te smal is, dan let gewoon even op. En we proberen wel gewoon een operationele, handige route te kiezen. Niet dat we zien dat er een berg ligt, de Himalaya, en dat we daar doorheen proberen te rijden. Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Nee, we passen wel op. Komt helemaal goed. Heel goed. Stefano Henneveld van Allie Blijf Binnen. Veel succes zondag. En ja, voor de mensen die toch hun straat door willen geven, dan kun je naar facebook.com/AllieBlijftBinnen.